Hoi, ik ben Shaggy, choreograaf van Bootcamp 4.0. Afgelopen 9 dagen zijn we druk bezig geweest met allemaal mooie dingen maken. We hebben een eindvoorstelling. Ik wil zeggen dat het heel vet is geworden. Ik ben heel trots op de leerlingen. Ik geef ze inspiratie, maar zij inspireren mij ook. En ik denk dat dat de hele bedoeling van dit project is, dat je inspiratie leert te delen met elkaar. Het speciale van Bootcamp is dat er zoveel jongeren met zoveel verschillende talenten in een ontzettend positieve vibe samen iets maken. En je merkt gewoon dat er heel veel vrijheid is om al die creativiteit eruit te gooien. Iedereen heeft ontzettend verrast. Ik heb van iedereen wel iets gezien waarvan ik dacht, wow, zit dat daarin? Zo, dat is echt tof. Hello, I am so proud and inspired by the work you all did and this production, your voices being heard, and I'm very confident that you're going to continue this and inspire other people to use their voices and speak up for people who don't have a voice. Ik hou van jullie. Als eerste wil ik echt heel graag ook Dorothy bedanken, omdat Dorothy is toch eigenlijk wel een soort tweede moeder sowieso voor mij geweest en voor iedereen met alle kwetsbare verhalen die zijn verteld. Ik wil graag Dorothy bedanken voor het helpen met het maken van mijn liedje en voor Telling Me To Junify. En daarnaast wil ik ook Lotte heel erg bedanken, omdat zonder Lotte is het hele project eigenlijk niks, zeg maar. Door Lotte is het hele project ontstaan. Nou, ik wil Axe bedanken omdat hij veel heeft gedaan en hij heeft gezorgd dat de hele band leuk liep en dat bijvoorbeeld met het liedje in elkaar zetten van de poppendans heeft hij goed mee geholpen en nou heeft hij eigenlijk helemaal laten stromen, dus daar wil ik hem graag voor bedanken en ik denk dat iedereen dat ook wel wil. Shaggy, we houden echt heel erg veel van. Heel erg bedankt voor alles. Love you. We love you. Hij is zo gek. En hij weet echt. Ja. En hij weet gewoon zoveel. En elke keer als ik nu een dans maak, grijp ik echt terug op de kennis die ik van hem gekregen. Het is ook, hij heeft een hele bijzondere manier van dansen, zeg maar. Ja. Hij heeft dans zo erg eigen gemaakt. Mm-hmm. En ik vind het heel fijn dat hij dat zeg maar ook op ons over wil brengen. Mm-hmm. Dat we gewoon allemaal zelf dans ons eigen moeten maken. Nou, ik wil graag Frank bedanken. Omdat hij heeft heel erg leuk les. En hij geeft ook hele goede aanwijzingen tijdens spel. En hij komt altijd met hele leuke, nieuwe en originele ingevingen. Om de scènes nog beter, leuker of grappiger te maken. Dus ik wil Frank heel erg bedanken. Ik ben ten eerste echt heel erg trots op June. Ik bedoel, dat zij nu ook gewoon haar eigen nummer heeft gemaakt, helemaal in haar eentje. Dat vind ik echt heel knap, dat is echt heel catchy. Ik viel bijna in slaap, ik lag in mijn bed en ik dacht, en in één keer kwam het nummer gewoon in één keer weer op in mijn hoofd. Ik denk, wow, dus ik vind het echt heel knap van June dat zij dat zo
gewoon uit het niets gewoon zo op heeft gaan staan en gewoon een nummer heeft gaan maken. Ik ben heel erg trots op Tim, omdat hij gewoon alle minuut van bladmuziek af kan lezen en gewoon een vet mooi nummer kan spelen. Ik ben heel erg trots op Idi, omdat ik vind dat ze heel erg leuk in de groep past. En, ja, ze komt uit een ander land, maar toch is het heel gezellig en ze denkt goed mee. En, ja, ik vind dat ze het leuk doet. Ik ben heel trots op Katie, want zij heeft in één middag zelf gitaar leren spelen en daar ben ik heel trots op. Stefan die heeft zijn ribben gekneusd, dus die kan heel weinig doen. En dat is voor hem gewoon heel erg balen, maar hij is er wel gewoon nog steeds. En hij doet wat hij kan, dus dat vind ik wel heel erg cool van hem. Ja, daarnaast ben ik ook eigenlijk gewoon ook trots op iedereen. Ik bedoel, we hebben met z'n allen zo hard gewerkt naar zo'n voorstelling toe. Op zich ben ik wel erg heel erg trots op iedereen, omdat iedereen eigenlijk zijn kansen grijpt en ervaring pakt en dingen probeert en zo. Hey jongens, dat is echt weer een topvoorstelling. Ik ben echt weer, ik ben zelf heel erg blij met het eindresultaat. Ik vind het echt heel erg mooi geworden met alle verhalen die door iedereen zijn verteld. Dat iedereen gewoon zijn eigen verhaal op tafel heeft gelegd. En ik zou zeggen tot volgend jaar. Ik heb er weer zin in. Tot volgend jaar 5.0. Woe!